Hoi, het is vandaag 7 februari en het is vandaag draagrood dag. Dus ik denk, ik doe een rood t-shirt aan, een rode beret op. Alleen, ja, hoe teken je nu rood met een zwarte stift? Ja, dan moet ik toch even iets wat op bedenken. Maar misschien kunnen we een rood accent aanbrengen. Doe je weer mee tekenen? Ja, een rood accent erin. Nou, ik denk gelijk aan een... als je nou eens gewoon een kabouter tekenen. Even zo. Zo. Bolle wangetjes. Zo. En dan, ja, dan heeft hij een muts op natuurlijk. Oh ja, zijn oren. Wouter moet wel leuke oren hebben, zo. Rode puntmuts. Even mijn tuinbroek aan. Zo. Zo'n zakje voorop. Heeft hij nog al die laarzen aan, hè? Hoepla. Zo. Nou, hij weet het niet helemaal. Zo. Hij snapt het niet helemaal. Waarom? Nou, ik vind het wel een leuke kabouter zo. Kunnen we nog paddenstoel bij tekenen. Zo van, serieus, moet ik hier in wonen? Nou, en dan de rood accent. Ik heb hier wel een rode stift gevonden. Kijk, als we dan die muts zo eens even rood kleuren. En het paddenstoel, wacht, ik heb ook een andere punt. Ik weet alleen niet of die nog doen. Rode laarzen geven. Zie je, dat kan je ook doen door te arceren. Hè? Dan wordt het lichter rood bijvoorbeeld zo. Zo. Een kabouter met een rode paddenstoel. Ga lekker zelf aan de slag met tekening met rode accenten. En dan zie ik jullie morgen weer in de volgende video.